Mijn naam is Bart-Jan Knol, ik ben projectcontroler bij Stedion. Risk Control houdt zich bezig met de prognoses en begrotingen binnen Stedion. Hiernaast zijn wij vooral bezig met de besluiten die genomen worden. En dat gaat eigenlijk vanaf startbesluit tot dechargebesluit. Mijn dag is vrij divers. De ene dag is vooral uitwerken van wat je de andere dag gedaan hebt. Dinsdag en donderdag zijn vergaderdagen van alle kanten op. Dus ook gewoon besluiten controleren op feitelijke waarheden of onwaarheden qua getallen eigenlijk. De Risk Control cultuur is vrij rustig. Wij zijn vooral voor de controle. En wij willen graag de tijd nemen om ons werk grondig en goed te doen. Waarin andere afdelingen vaker stress hebben op tijd, is bij ons wel puur het feit dat het goed moet gebeuren en accuraat moet zijn, is de belangrijkste taak. Voor mij maakt Stedion speciaal dat ik uit een heel andere wereld kom en nu in een corporatiewereld zit waarin ik voel dat de waardering voor wat we doen groter is dan dat het is binnen de commerciële wereld. Het leukste vind ik de diversiteit van werkzaamheden. Dus ik ben bezig met de asset manager, de projectmanager, met de projectadministratie, met de business controller. Vooral de diversiteit van werkzaamheden maakt voor mij echt leuk en interessant. Voldoening geeft mij dat we bezig zijn met het verbeteren van woning. De energierekeningen zijn hoog genoeg dat we die naar beneden kunnen krijgen voor woningen. Ik denk dat Stedion daar echt een maatschappelijke functie heeft om dat te faciliteren. Ja, dat maakt mij trots om voor Stedion te werken. Wil je bij Stedion komen solliciteren, dan zou ik zeggen dat je binnenkomt in een organisatie waar veel enthousiaste mensen lopen die het hart op de goede plek hebben en die vooral willen dat de minder gestelde mensen in Den Haag een goede woning krijgen.